De invloed van de journalistiek op de politiek was afgelopen zaterdag het onderwerp tijdens de discussieavond van Surinaamse journalisten. De presentatie werd gehouden door politicoloog Glenn Truideman, die allereerst inging op media en politiek en de macht die de media hebben op berichtgeving. Van journalisten wordt gezegd dat zij de vijfde macht in een rechtsstaat zijn. Echter is dit niet staatrechtelijk bedoeld, maar in de overdrachtelijke zin, zegt Truideman. De trias politica, daar heb je die drie bekende machten waar in de assemblée vaak problemen over zijn. De vierde macht, dat vinden wij de ambtenaren, dat zeggen communicatiewetenschappers, dat ambtenaren de vierde macht worden, omdat zij eigenlijk kennis in huis hebben. Een minister, in ons geval, is er voor 5 jaar, als het goed is, maar hij is geen deskundige op dat gebied. Dat zijn de ambtenaren op het ministerie, die zijn de deskundigen. Die maken daar op het ministerie carrière en daarom zegt men dat zij de vierde macht vormen. En omdat de media, met name journalisten, ook heel veel macht hebben, zegt men dat de media de vijfde macht vormen. De media en beeldvorming, selectieve perceptie, referentiekader, waarde en norm, zijn zaken die steeds terugkomen bij het journalistieke handelen. Want, laten we even nemen de gang van een gebeurtenis tot de publicatie van een bericht. En dan heb ik het over bijvoorbeeld de macht die media hebben, in dit geval de journalist, en dat begint al bij de selectieve perceptie. Een journalist streeft ernaar om 100% objectief te zijn. Maar dat kan niet. Geen enkele journalist is 100% objectief. En dat heeft te maken met zijn referentiekader. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Wat is je opvoeding geweest? Welke scholing heb je gehad? Met wie ga je om? Hoe hebben je ouders je opgevoed? Zij vormen jouw referentiekader. De macht van de media uit zich in verschillende functies, meent politicoloog Truideman. De eerste functie van journalisten is de spreekbuisfunctie. Zij kanaliseren de problemen van de mensen en gaan op pad met een microfoon en vragen zo mening over een onderwerp. Een andere functie is de agendafunctie, zegt de inleider. De agendafunctie. Waar de media over schrijven, daar praten wij over. Dat is de agendafunctie. Zij zetten bepaalde onderwerpen op de agenda. Wat zij publiceren, daar praten wij over. Dus zij bepalen onze gespreksonderwerpen. Journalisten bepalen waar wij over praten. Zie daar weer een stukje macht die journalisten hebben. Opinierende functie die de media hebben. Zij publiceren opinies en wij kunnen daardoor ook ons mening vormen, omdat zij verschillende meningen laten horen. De media vervullen ook commentaarfunctie. In sommige bladen, één blad doet dat niet meer, maar in sommige bladen zie je duidelijk dat de redactie bijvoorbeeld elke keer een bepaalde rubriek heeft, dat is de commentaarrubriek. Daarin geeft de krant haar mening over een bepaald actueel onderwerp. Ja? En het is ook heel belangrijk dat zo'n commentaar er is. Het leert mensen ook op bepaalde dingen inzien. Een belangrijke functie voor de journalist is de zogenaamde controle- of waakhondfunctie. Heeft de regering wel gedaan wat ze beloofd heeft? Komt de regering haar beloften wel na? Zegt de minister wel, doet de minister wel wat ze of hij zegt? Dat is de waakhond- of controlefunctie die we aan de politieke kracht van een journalist kunnen destilleren. En dan hebben massacommunicatiemensen dat allemaal in een bepaalde theorie gezet. Deze theorie is de injectienaaldtheorie. Die zegt wat de journalisten ons mededelen, wat de media ons brengen, dat nemen wij zo op. De kracht en de macht van een journalist zijn echter niet oneindig. Het is beperkt en daarvoor geldt artikel 19 van de Grondwet. Dit artikel geeft aan dat een ieder het recht heeft om door de drukpers of andere communicatiemiddelen zijn gedachten of gevoelens te openbaren en zijn mening te uiten, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Politicoloog Glenn Truideman besloot hiermee zijn inleiding tijdens de tweede bijeenkomst van journalisten die elkaar op deze manier middels discussie scherp willen houden en aan vakgenoten een forum willen bieden om knelpunten te bespreken en oplossingen daarvoor te bedenken.